Als je sociale media als Facebook en Instagram wil gebruiken, moet je sinds kort een keuze maken. Of je gaat ermee akkoord dat het bedrijf jouw acties op internet volgt, ook buiten het sociale medium. Of je betaalt voor een abonnement. Europese privacywaakhonden, waaronder de autoriteit persoonsgegevens in Nederland, komen vandaag met een gezamenlijk standpunt. Ze vinden dat die werkwijze niet in lijn is met de wet. Orde! Orde! Rechtspraak met Damsté Advocaten. Privacyadvocaat Thomas ten Berg is bij ons. Thomas, welkom. Die Europese toezichthouders die komen met dat standpunt eigenlijk naar aanleiding van een verandering in beleid, hè, bij sommige sociale media. Ik gebruik Facebook. Ik heb blijkbaar ooit in de afgelopen maanden ergens een keer gezegd dat ik het ermee eens ben dat ze mij mogen volgen, omdat ik niet wilde betalen. Er zijn een aantal social media bedrijven die hun aanpak hebben gewijzigd. Ze maken nu gebruik van PROK. Hiervoor deden ze eigenlijk alles op basis van een andere wettelijke grondslag, gerechtvaardigd belang of toestemming. Dan zeiden ze, als je gebruik maakt van onze dienst, geef je toestemming. Nou, daarvan hebben een aantal autoriteiten uit heel Europa gezegd, dat is niet rechtmatig. Die toestemming is niet goed gegeven. Mm-hmm. En als reactie daarop hebben we gezegd, nou, dan bieden we een alternatief aan. Of je kan betalen een bedrag van 14, 15 euro per maand. En dan gaan we je niet volgen, tenminste niet buiten ons netwerk. Of je geeft toestemming. Ja, en daar is nu weer commentaar op gegeven. Nou ja, je moest expliciet toestemming geven, vonden de toezichthouders. En nu hebben ze expliciet toestemming, maar wel tussen twee, nou ja, kwaden misschien wel, wordt er gevonden. Ja, dus je mag alleen maar persoonsgegevens verwerken op het moment dat jij daar een goede grondslag voor hebt. En een van die grondslagen is toestemming. Dus als ik een bedrijf of een persoon toestemming geef om mijn persoonsgegevens te verwerken, nou, dan mag dat. Maar die toestemming moet wel vrijelijk zijn. En nu zeggen al die toezichthouders, ja, de manier hoe het nu gaat is niet vrijelijk. Want als jij ervoor moet kiezen om of 150, 200 euro per jaar te betalen, of toestemming te verlenen, ja, dan kun je niet meer zeggen dat je die toestemming ook had verleend als dat niet zo was. Ja. Dus is het niet vrijelijk. Ja. 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 Ja, en toch, je hebt ook een keuze, toch? Ik bedoel, in principe, je hoeft er niet op te zitten. Klopt, dat is een keuze. Maar dan is alsnog de vraag, zeker in de huidige tijdsgeest, hoe vrij die keuze is. Ja, mensen die willen contact staan met hun naasten en met vrienden, familie, alles bijhouden. Mm-hmm. En als je dan tegen iemand zegt, van ja, of je moet een x-bedrag betalen om eigenlijk gebruik te maken van je grondrecht, want het recht op privacy is een grondrecht. Of je stemt ermee in, maar ja, dan moet je dat hele recht uit het raam gooien. Mm-hmm. Ik vind dat een hele moeilijke keuze. Ik gebruik het al een tijdje niet meer, juist ook om die reden. Dat ik zoiets heb van, het voelt niet helemaal goed. En het is niet helemaal zuiver. Nou, dat blijkt nu ook alweer. Ja. Wat is eigenlijk, ja, niet persoonlijk jouw probleem, maar wat zou mogelijk het probleem kunnen zijn met een bedrijf als Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, dat mij volgt, dus niet alleen maar op Facebook, maar ook op andere websites die ik volg. En met als doel, zeggen zij, om mij dus gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen, zodat ze geld kunnen verdienen. Het is inderdaad niet per se een probleem. Het gaat vooral in de kern om de vraag, is het terecht als je iemand laat betalen voor een grondrecht? En er zijn natuurlijk veel meer grondrechten. Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Nou ja, maar is het terecht als je zegt, je mag alleen maar posten op LinkedIn of op Twitter als je betaalt? Dat zou vergelijkbaar iets kunnen zijn. Nou, daar zit eigenlijk de crux. Dat vinden we, dat moet niet kunnen. Mm-hmm. Het gaat er trouwens niet om het volgen op het platform zelf. Dus als jij bijvoorbeeld op Facebook zit en jij liked heel veel posts over bijvoorbeeld auto's, en je krijgt vervolgens meer reclames te zien van auto's, daar gaat het niet over. Het gaat echt om het gebruiken. En stel dat jij op een andere website of bij Google bijvoorbeeld heel veel op auto's zoekt, en vervolgens verkopen ze die data aan bijvoorbeeld een Facebook, en die laat jou weer reclames zien van auto's. Ja. Het zit echt in dat spel. Ja. Ja. En toch, kijk, we kijken vaak naar grote big tech bedrijven van, ja, nou, die redden het allemaal wel. Maar onder de streep hebben ze ook gewoon een bedrijfsvoering en mensen in dienst die ze moeten betalen. En nou ja, je kunt ook zeggen van, dit is een oplossing voor hen om het gratis te kunnen bieden, juist voor mensen die minder verdienen. Want die toezichthouders die spreken zich hier eigenlijk tegen uit. Ja. Wat is hun oplossing dan? Want die bedrijven moeten wel geld verdienen, moeten rondkomen. Nou, ze zeggen bijvoorbeeld, dat een andere idee is, nou, of niet gepersonaliseerde reclame, maar ook inderdaad gepersonaliseerde reclame alleen op basis van jouw gebruik op dat platform. Mm-hmm. Dus dan ga je niet verder. Een ander bezwaar wat er is geweest, dat is dan afkomstig van None of Your Business. Een organisatie die zich ook inzet voor privacyrechten. Die hebben gezegd, ja, de
gemiddelde kosten van zo'n bedrijf zijn 1,42 euro per persoon per maand. Dus als ik advertenties inkoop, dan zou, als je dat één op één zou willen wegstrepen, als ik 1,42 euro betaal, heb ik de kosten gedekt. Maar ze vragen 10 keer zoveel. Dus het is ook wel een beetje afdwingen. Kijk, als iedereen zei, je moet 1,50 euro betalen, want anders kunnen we, is onze business niet winstgevend, wat deze bedrijven denk ik wel zijn, dan heb je ook nog weer een andere discussie. Want dan betaal je 15 euro per jaar in plaats van 150 euro per website. Ja. Nou, als jij op 10 verschillende websites zit en je moet dat overal gaan betalen om jouw recht te hebben, betaal je 100 euro per maand om jouw recht te houden. Om gewoon een grondrecht te behouden. Ja, want dat is toch wel interessant. Hè? Dat dus het kunnen bewegen op sociale media zoals Facebook, waar dus bijna de halve wereld op zit, letterlijk bijna. Dat het bijna wordt gezien als een soort van eerste levensbehoefte. Daar heb je gewoon recht op. Ja, het recht op privacy gaat natuurlijk verder dan dat. Maar het is daar inderdaad wel op gegrond. Ja. Kijk, het recht is inderdaad niet dat je je vrijelijk mag begeven op iedere website. Je mag prima, bijvoorbeeld bij heel veel nieuwswebsites, moet je een abonnement afsluiten als je de inhoud wil lezen. Als Facebook dat zou doen, dus je hebt geen toegang zonder dat je een abonnement afsluit, is al heel wat anders dan dat je zegt, je betaalt of met je persoonsgegevens of je betaalt met geld. Ja, en dat is eigenlijk tussenin. De keuze die je hebt. Ja. Ja, ja. Dus ik hoor eigenlijk dat die waakhonden zeggen van ja, of zorg dat je bijvoorbeeld wel betaalt met persoonsgegevens, maar dan alleen op het eigen platform. Als je op Facebook iets bekijkt of wat dan ook, nou, dan mag daar iets mee gebeuren. Verlaag de prijs en maak die redelijk, zodat je ook mensen die minder te maken hebben de mogelijkheid geeft om mee om te gaan. Ja, ik weet niet of dat laatste ook een optie is die er de AP bijvoorbeeld voorschotelt. Maar dat zou in mijn ogen tenminste al redelijker zijn. Ja. Het is nu gewoon een afschrikmechanisme. Ik bedoel, 15 euro per maand klinkt misschien voor bepaalde personen als heel veel geld. Voor sommige mensen misschien voor wat minder. Maar doe dat keer 10, 15 websites waar de meeste mensen toch wel gebruik van maken. Mm-hmm. En dat jij, als jij op Google van Google gebruik wil maken, 15 euro of je persoonsgegevens, Facebook, Insta, noem ze allemaal maar op. Dan gaat de teller wel lopen. Ja. En dan is ook de vraag, waar eindigt het dan? Nou is dit een uitspraak die autoriteit persoonsgegevens heeft gedaan, maar eigenlijk in gezamenlijkheid met heel veel Europese privacywaakhonden, heeft dan gewoon naam hun koepelorganisatie. European Data Protection Board. Nou, die vinden dit. Wat betekent dat dan eigenlijk? Betekent dat, zijn zij de rechter op dit vlak? Betekent dat dit moet veranderen in de wet? Of dat, Ja, dat is dat ligt iets genuanceerder. Het is ook heel erg afhankelijk van waar een bedrijf gevestigd is. Dus als een bedrijf bijvoorbeeld in Nederland gevestigd is, nou, dan kan iedereen ook klagen bij de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens. En die kan dan ook een leidende rol nemen in zo'n procedure. Zeker als een bedrijf in meerdere landen actief is. Als het EDPB daar echt problemen van gaat maken, dan kunnen zij inderdaad gezamenlijk daarvan optreden. Dus dat zijn alle autoriteiten gezamenlijk. Maar dan zal het in het geval van Meta, zal het dan Ierland zijn die daar dan de touw in moet trekken. Want daar is het gevestigd. Ja, de meeste techbedrijven zijn inderdaad gevestigd in Ierland. Binnen de Europese Unie dan. Ze zitten in Amerika, maar ze moeten een vestiging hebben in Europa. Ja, ja. En dat zit dan in Ierland. Ja. Maar dan is het dus niet zo dat als die Europese waakhonden in gezamenlijkheid dit vinden, dat zo'n bedrijf dat zich in de Europese Unie heeft gevestigd daar gewoon naar moet luisteren? Ja. In principe is er dan een procedure nodig op Europees gebied. En dat zien we ook wel meer. Er worden dus gewoon procedures gestart. Voornamelijk dus ook door organisaties die zich inzetten voor privacyrechten. Mm-hmm. Zoals None of Your Business. En dat doen ze dan in eerste instantie door een klacht in te dienen bij de Ierse autoriteit. Ja. En als ze het daar vervolgens niet mee eens zijn, ja, dan ga je gewoon het normale rechtelijke systeem in, totdat je bij de hoogste Europese rechter uitkomt. Ja, 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 ja. Dus dat gaat jaren duren voordat je daar doorheen bent. Maar ja. Maar wat betekent dat concreet voor deze? We moeten dus nu nog kiezen. Stel even, we nemen Facebook als voorbeeld. Het is of, wat is het, 13 euro per maand. Of wij hebben vrij toegang tot jou, wat jij doet op internet. Wanneer gaat dat verdwijnen? Op zijn kortst? Ja, nou zonder ja, het Facebook. Ja, nou ja, als je kijkt naar een paar jaar geleden bijvoorbeeld. Toen gebruikte Facebook algemene voorwaarden waar gewoon in stond, als jij gebruik maakt van Facebook, dan mogen we jouw persoonsgegevens verwerken. Even samengevat gezegd. Ja, daarvan heeft de rechter toen op het hoogste niveau gezegd, ja, dat mag niet, je moet toestemming vragen. Nou, toen hebben ze gezegd van, je geeft toestemming door onze service te gebruiken. Daar ging weer een paar jaar overheen. Toen heeft de rechter weer gezegd, dat mag niet. En dit zal weer een paar jaar duren voordat de rechter er wat van vindt. En dan verzinnen ze misschien wel weer wat anders, dat ze toch weer de grens op blijven zoeken of er misschien net overheen gaan. Ja. Kat-en-muisspel bijna. Ja, zeker. Dankjewel Thomas voor de uitleg.
Graag gedaan.